Hallo iedereen, vandaag gaan we met appels werken. Er loopt momenteel bij Ferm een hele leuke actie, namelijk de appelbabbel. Hierbij staat de verbinding tussen mensen centraal en de appel, die is het bindmiddel. Want zeg nu zelf, wat is er eigenlijk leuker dan samen een appeltje te eten of bijvoorbeeld met de kindjes een appelgebakje te maken en het samen op te eten? Natuurlijk doen we dit alles met appels van eigen bodem. Vandaag maak ik voor jullie mijn eigen creatie van appel crumble muffins. De oven die zijn we hiervoor al aan het voorverwarmen op 180 graden. We gaan beginnen met het mengen van de bloem, suiker en vanillesuiker en bakpoeder. Dan gaan we nog kruiden met kaneel, kardemom en nootmuskaat. Dit gaat een lekkere, kruidige smaak aan onze muffins geven. Nu gaan we alles even mengen. Dit mag even aan de kant en dan ga ik nu mijn natte ingrediënten mengen. 2 eitjes. 2 zonnebloemolie. En melk. En dit klop ik even los met de garde. Dit gaan we nu bij de droge ingrediënten doen. En dan ga ik nog 2 appeltjes schillen en in blokjes snijden. Die gaan we nu bij ons beslag doen. En die mengen we er nog even onder. Dan gaan we onze muffinplaat erbij nemen en die ga ik vullen met muffinpapiertjes. Je kan ook zonder muffinpapiertjes werken, maar dan moet je je plaat wel heel goed inzetten. Persoonlijk vind ik het gemakkelijker om met papiertjes te werken. Je moet zeker niet te zuinig zijn met de deeg. Je mag ze echt mooi tot aan de rand vullen. Deze gaan nu even aan de kant en dan gaan we onze crumble maken. We gaan beginnen met bloem- en havervlokken. Dan gaan we daar nog blonde suiker bij doen. Die gaat onze crumble een iets meer gebrande smaak geven. Dan gaan we nog kaneel en kardemom opnieuw gebruiken. Je mag dat een beetje met de losse pols toevoegen. Dat ga ik al even mengen. Daar gaan we dan nog koude boter in blokjes bij doen. Dit ga ik nu kneden tot een crumble en dat doe je best met je handen voor het beste resultaat. Deze mogen nu de oven in. Zo, heerlijke appel crumble muffins. Je kan ze lekker zelf opeten of delen met familie, vrienden of buren. Heb je interesse in het recept of in de appelbabbelactie? Neem dan zeker een kijkje op appelbabbel.be. Laat het smaken en tot volgende maand.